Het is een serie die speelt zich af in een bakkerij in de Jordaan, dus plat Amsterdams. Mijn vader, meneer Krul, is de bakker, maar hij kan eigenlijk niet bakken. Dus hij heeft daar een aparte allochtoonse bakker, neemt hij daarvoor aan. En nou ja, daar gebeuren dus allemaal rare dingen door, omdat hij zelf eigenlijk niks kan. Hij is ook een tikkeltje onaardig. Dat is een beetje het basisverhaal. Ik ben de dochter, een beetje een bitch. En dan heb ik nog zusje en dat is een beetje een kneusje. Dus dat zijn de tegenstellingen. Maar wat het bijzondere aan de serie is, is dat we liedjes hebben. Dus het is eigenlijk een mini-musical. In elke aflevering zitten twee nummers. Dus dan barsten we uit in een lied, zeg maar. En dan wordt er gezongen en gedanst. En de assistentbakkers, die beginnen dan ook te dansen. Dat is eigenlijk bijzonder aan de serie. Ik heb ook, toen ik hoorde dat Haaien van de Heide aan het aantal schrijven was, toen heb ik me ook mezelf aangemeld. Ik zeg, hey, denk eens aan mij, want ik doe dit natuurlijk, musical eigenlijk. En dit zijn eigenlijk kleine musicals. Dus dat vond ik zo leuk, want je hebt dan, omdat de camera natuurlijk veel dichterbij is dan in een groot theaterzaal, kan je met je woorden en je expressie kan je veel meer doen. Dus dat vond ik leuk om het een keer net wat anders te doen. En ook daarbij te dansen, ja, ik vind dat gewoon ook leuk. Dus ik was heel blij met het project. Ja, het is iets minder explosief, want anders knal je door het beeld. Maar verder, het moet gewoon geloofwaardig zijn en de bewegingen moeten kloppen. En je moet weten wat je zingt, dus dat blijft eigenlijk allemaal. Het verschil is natuurlijk wel dat wij een hele nieuwe serie maken. En Schaap, dat is een remake, zeg maar. Dus, en ik denk dan, je hebt ook 100 comedies, dus waarom dan ook niet 100 comedies met liedjes? Maakt denk ik niet uit. Ik vind het zelf heel leuk, maar als mensen het leuk vinden, we hebben er nu 8 gemaakt, dus ik denk dat we er misschien dan wel weer 8 gaan maken, maar dat is altijd een beetje afwachten. Zou je er dan zelf weer in meedoen? Ja, dan doe ik weer mee, zeker, ja.